Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Ik laat jullie vandaag mijn gezichtsstash zien. Gezichtsmake-up stash moet ik eigenlijk zeggen. Ik zeg er gelijk bij, ik laat niet alles in één video zien. Ik maak een deel 1 en deel 2. En dit is dan deel 1. En dan deel 2 die komt dan een andere keer weer online. Als ik alles in één video zou doen, dan wordt het gewoon veel te lang. En ik vind het leuk om de producten wat uitgebreider te laten zien aan jullie. Ik ben zelf ook dol op stashvideo's. Dus ja, dan vind ik het ook altijd heel erg leuk om te weten bijvoorbeeld wat de kleuren zijn of zo. Dus daarom dat ik hem uitgebreider opneem. Ik laat jullie vandaag de primers, mijn foundations, mijn concealers en mijn poeders zien. Dus als je benieuwd bent naar mijn gezichtsmake-up stash, kijk dan even gezellig mee. Ik heb alles op het bed neergezet en ik begin met de primers. Ik heb alles ook in mandjes zitten. Dit zijn gewoon mandjes van de Action. En deze mandjes staan dan weer in ladekastjes van de IKEA. Ik ben best wel geordend wat dat betreft en vind het heel erg fijn om alles netjes bij elkaar te hebben. Ik laat jullie ook een aantal producten zien die ik nog wil gaan reviewen, omdat die gewoon wel bij mijn stash horen. Ze liggen alleen nog niet op de juiste plek. Van de primers zijn dat alleen deze twee primers van W7. Dit zijn Camera Ready primers, een paarse en een ja, lichte eigenlijk. Dus deze die ga ik nog reviewen op mijn blog. Dus deze die zitten nog niet in het mandje. Ik begin met deze HEMA primer. Dit was mijn allereerste primer ooit. Deze heb ik veelvoudig gebruikt. Ik heb wel het idee dat er best wel veel siliconen in zitten. Dat je ruikt het ook een beetje. Maar voor de rest doet hij eigenlijk prima zijn werk. Dus daar heb ik eigenlijk niks op aan te merken. Dan heb ik deze primer van de Action. Van de Max & More. Zoals dat merk van de Action heet. Dit is een hele fijne primer. Dit is een illuminating primer. Je hebt volgens mij verschillende varianten bij de Action. En ik heb toen voor deze gekozen. En deze bevalt eigenlijk uitstekend. Dan heb ik de All About Mask All Control Base. Deze is van Essence. Ook een hele fijne basis. Vooral in combinatie met de foundation daarvan. En ja, vind ik dat is gewoon een perfecte combinatie. En deze die gebruik ik dus eigenlijk altijd als ik ook die foundation gebruik. Omdat dat gewoon ja, perfect bij elkaar past. Dan deze primer van Catrice. Dit is de Prime & Fine Pore-Refining Anti-Shine Base. Catrice heeft een aantal primers in de Prime & Fine collectie. En ja, deze vind ik ook heel erg fijn. Die is ook olievrij. Dat vind ik ja, heel erg fijn. Smeert gewoon ook fijn uit. Ruikt ook eigenlijk niet. Een hele fijne basis is dit. Dan heb ik de Hilti Look Primer. Deze is ook om ja, zachte focus te leggen op je gezicht. Het is ook een oranje kleurtje. Gelukkig blijft dat niet op je gezicht zitten. Dat je dat heel erg ziet. En ook deze bevalt heel erg goed. En dan heb ik de Color Correction. De Anti-Red Base. Deze is om roodheden te camoufleren. En ja, ook deze bevalt gewoon super. Ja, als je gewoon echt heel erg een rood gezicht hebt, dan doet hij zijn werk prima. Dan heb ik nog een aantal primers van de Ethos. Dit is de Skin Smoothing. Dit zijn die kleine flesjes van de Ethos. Zijn hele fijne primers. Vooral ook omdat ze zo lekker compact zijn. Deze is om oneffenheden te vervagen. Hele fijne. Nou, dan heb ik nog zo'n anti-redness primer. Ja, om de roodheden te neutraliseren. Ook een heel fijne variant vind ik deze. Dit is de refreshing primer om vaalheden te corrigeren. Eigenlijk vind ik al die primers van de Ethos gewoon heel erg fijn. En deze geeft ook een heel glad resultaat.
Dan heb ik de anti-dulness. Ja, deze is om grauwe plekken te neutraliseren. Ook deze heeft weer zo'n glad resultaat. Volgens mij hebben ze dat allemaal. Dat merk je ook. Je voelt ook haast niet dat je hem op hebt. En dat vind ik echt heel erg fijn. Volgens mij zitten er ook geen siliconen in. Ja, dat vind ik super fijn. En de laatste, dit is een mattifying. Deze maakt je gezicht ook al heel erg mat. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Vooral als je heel erg last van een glimmend gezicht hebt, is deze heel erg fijn. Dan ga ik naar het foundation bakje. En dan begin ik even met een foundation die er niet in zit. Dit is de Stay All Day Foundation van Essence. Het is de kleur 20 Soft Nude. Als je al meer video's van mij hebt gezien, heb je deze al vaker voorbij kunnen zien komen in lookvideo's. Deze zit in mijn dagelijkse stash bakje, omdat ik deze van alle foundations eigenlijk nog het meeste gebruik. Dan heb ik de All Matte Plus Foundation. Ik ga even kijken welke. Dit is de kleur Light Beige. Hele fijne foundation van Catrice. Ja, maakt het gezicht echt super mat en daar hou ik gewoon heel erg van. Dan heb ik de Pure Nude Foundation van Essence. Dit is de kleur Pure Sand. Ook een hele fijne foundation. Deze lijn die is volgens mij augustus kwam deze lijn uit van Essence. En dit vind ik ook een hele fijne foundation. Dan heb ik de Even Skin Tone. Deze is dus ook afgelopen augustus uitgekomen van Catrice. Dit is de kleur Even Ivory 005. Ook een hele fijne foundation. Deze past echt perfect ook bij mijn gezicht. Super dekkend, gewoon echt perfect. Dan de CC Perfection Foundation. Deze is van de HEMA. Dit is kleur nummer 1. En ook dit vind ik weer een hele fijne foundation. Deze kleur die past ook weer perfect bij mijn gezicht. De verpakking is overigens wel wat groot, maar ja, het product wat erin zit is gewoon super fijn. Dan heb ik nog een foundation van de HEMA. Deze is ietsjes aan de donkere kant. Dit is de kleur 03. Dit is een gewone foundation. Als ik deze meng met mijn dagcreme bijvoorbeeld, dan is die eigenlijk prima. Dus ik zou deze ook kunnen gebruiken om er een beetje getinte dagcreme van te maken voor in de zomer. Dan heb ik die All Matte Foundation, waar ik net de primer ook van liet zien. Dit is de 10 Matte Beige. Hele mooie kleuren ook. Het enige wat ik hier iets minder aan vind, is dat het dus zo'n flaconnetje is en niet een. Ja, niet een tubetje, want daar ben ik toch normaal wel gekker op. Maar het product is gewoon heel erg fijn. Dan heb ik deze Nude Illusion Foundation. Dit is de kleur Nude Beige. Ook weer zo'n hele fijne foundation. Eigenlijk vind ik al die foundations van Catrice bijna wel heel erg fijn. Omdat ze gewoon zo goed dekken. En de kleur die past gewoon perfect bij mijn gezicht vaak als ik hem goed uitkies. Dus ja, ook de flesjes zien er gewoon heel mooi uit van glas. Eigenlijk, ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dan heb ik nog een wat oudere foundation van Essence. Dit is de Clear and Matte of Oral Free. Dit is de kleur 03 Cent. Deze is al een tijdje uit de collectie, maar hij is er nog niet op. Dus zolang hij nog goed is, blijf ik hem gebruiken. Dan heb ik de Velvet Finish Foundation met Hyaluron. Dit is de kleur Honey Velvet 040. Deze is wel wat te donker voor mijn huid. Maar ook deze zou ik heel goed kunnen mengen met een dagcreme. Zodat ik weer dat getinte dagcreme krijg, bijvoorbeeld. Of om de kleur gewoon lichter te maken. Dan heb ik deze Photoshoot Foundation van W7. Ook een hele fijne foundation. Het enige wat ik hier het nadeel aan vind is de verpakking. Je moet schudden en dan moet je het zo op je hand aanbrengen. Ik heb normaal toch wel liever een pompje. Maar het product is verder heel fijn wat erin zit. En daar gaat het om. En dan heb ik nog twee mousse foundation. Dit is de Soft Touch Mousse Make-up van Essence in de kleur Matte Beige. Dit is dus gewoon zo'n
Zo mousse. Wel heel fijn, maar als je dus lange nagels hebt, gaat het altijd om je nagels zitten. Dat vind ik één nadeel. En dan heb ik deze van Catrice. En dit is de Naturel Beige 030. En dit is dus ook zo mousse. Deze heb ik iets minder galant in gedipt. Maar het zijn ook wel hele perfect dekkende foundations. Dan heb ik nog een aantal BB creams. Deze past niet bij het mandje van de foundations. Dus deze heb ik los voor de foundations liggen. Dit is een CC cream. Deze is van The Action. Dit is de kleur medium. Heerlijk voor in de zomer vind ik deze producten eigenlijk. Dan heb ik de BB cream van The Action. Dit is ook de kleur medium. Maar deze is dus veel donkerder dan de CC cream. Dus dit is ook weer zo'n eentje die ik eigenlijk gewoon moet mengen met dagcreme. Dan de BB cream van NYC. Dit is de kleur light. Hele fijne. Dit is een 5-in-1. Ook, ja, ik vind deze product gewoon heerlijk voor de zomer eigenlijk. Dan heb ik de Morning Baby BB cream. Dit is de roze variant. Dit is de kleur 01 Nude Radiance. Deze vind ik iets minder fijn, want deze kun je zo schudden. Dan wordt hij dikker, maar hij blijft vrij dun. Ook al schud je hem dus. Dan heb ik de blauwe variant. Dit is de kleur 002 medium. Deze is mat. Dit is een glimmende. En dit is een matte. En deze vind ik veel fijner omdat deze veel dikker is van structuur. Dat is heel gek. Dan de BB cream van Essence. De Beauty Balm. Dit is gewoon de universele. Deze was ook maar in één kleur te koop. Ook een heel fijn product. En dan ook de CC cream. Volgens mij is deze ook. Dit is Natural. Ja, ook gewoon heel erg fijn. Maar dit vind ik gewoon meer producten voor de zomer dan in de winter. Dan heb ik mijn concealerbakje. Ik begin even met twee concealers die ik nog wil gaan reviewen. En dat is deze concealer van W7, de Hide and Seek. Ik ga even kijken of ik het plakbandje los kan halen. Dan kan ik hem even beter laten zien. Dit is ook zo'n 4 kleuren concealer. En deze van de HEMA. Deze zit nog dicht, dus deze kan ik niet openen. Het leuke aan deze plekjes van de HEMA is dat ze hem voor de lichte en de donkere huid hebben. En dat vond ik wel heel erg leuk dat ze aan meerdere huidtypes hebben gedacht. Of huidkleuren moet ik zeggen. Dan begin ik met deze concealer. Deze zit in mijn stash, mijn dagelijkse stashbakje. Deze is van Essence. Dit is de Stay Natural Concealer in de kleur 10 Soft Beige. Deze gebruik ik eigenlijk het vaakst. Het meest moet ik zeggen. Dit is de foundation die ik het meest gebruik. Daarom ligt die ook in mijn dagelijkse stashbakje. Ik heb dit concealer paletje van Catrice. Dit is een heel fijn paletje. De review is afgelopen woensdag online gekomen op mijn blog. Je hebt 3 beige kleuren, een roze en een groene kleuren. En die hebben dan allemaal weer een eigen functie. Maar deze concealer dekt heel erg goed die in dit palet zit. Dan heb ik deze liquid camouflage concealer van Catrice. Deze kwam afgelopen augustus uit. Deze is waterproof en dit is een hele fijne concealer. Dekt super goed. Ik heb de kleur 10 Porcelain. Deze past perfect bij mijn huid. Deze hoort ook wel tot een van mijn favorieten van de concealers. De Essence Stay All Day Concealer. Dit is de kleur 20 Soft Beige. Ook een heel goed dekkende concealer. Dit is zo'n met zo'n aanstip dingetje. Ik zal het even laten zien. Dus heeft zo'n aanstip puntje op zich. Vind ik dat wel fijn. Want zo kun je het allemaal net iets beter raken. Dan heb ik deze. Dit is de Match to Cover Cream Concealer. Dit is dus eigenlijk net zoiets als dat paletje van Catrice. Een cream concealer. Maar deze is ook heel fijn. Dekt ook eigenlijk best wel goed. Dan heb ik deze coverstick van Essence. Dit is gewoon zo'n stick. Eigenlijk ben ik er niet zo heel erg dol meer op. Of coversticks. Dit is de kleur mat beige. Dan heb ik deze concealer van
de Action van Max & More. Dit is kleur 3 beige. Hele fijne concealer. Heb ik ook heel positief gereviewd op mijn blog. Dan de Catrice Light Reflection Concealer. Ik heb de kleur 005 Light Nude. Deze heeft... Deze maakt ook de huid net wat lichter. Die licht de huid ook iets op. En dit ja, is gewoon ook een hele fijne concealer. Dekt ook super. En dat lichteffect, dat ja, doet het hem toch wel dan. Dan heb ik nog een coverstick van de Action. Hier staat volgens mij geen kleur op. Nee, het is gewoon een groene. Dan heb ik er ook nog eentje in gewone huidskleur. Dan heb ik de Velvet Finish Concealer van Catrice. Dit is de kleur 20 Velvet Rose. Ook wel een hele fijne concealer. Dan heb ik de Camouflage Cream. Dit is zo'n fijn product. Dit is ook zo'n crème concealer. En ook zo goed dekkend. Ik hou echt van deze concealer. Dit is trouwens de kleur 020 Licht Beige. Dan heb ik de All About Matte Concealer. Dit is de kleur 10 Matte Beige. Die past weer bij de primer en de foundation. Dan heb ik de Prime & Fine Dark Circle Eraser. Dit is zo'n stick, zeg maar. Ik ga even kijken of die open wil. Deze is voor de donkere kringen onder de ogen. Dit is de kleur 020 Nude Rose. Dan heb ik er nog een. Dit is de Anti-Red Cover Stick. Dit is de kleur 010 Green. Dan heb ik nog een gewone cover stick van Catrice. Dit is de zo'n eentje. Dit is de kleur... Even kijken hoor of het erop staat. 030 Cent. De Allround Cover Stick heet deze gewoon. Dan heb ik de Pure Nude Stick Cover Stick Concealer in de kleur 20%. Dit is een concealer stick van de HEMA. Dit is zo'n eentje. Vind ik iets minder fijn. Dit is ook zo'n anti-redness concealer. Dan heb ik nog 3 concealer sticks. Cover sticks van Essence. Dit is de Say No To Imperfections. Dit is de kleur 20 Natural Beige. Say No To Redness in de kleur 10 Pastel Green. En Say No To Dark Circles in de kleur 30 Bright Rose. En als laatste zit hier dan ook nog een under eye concealer in. Deze is precies geschikt voor onder je ogen. Omdat de huid daar wat dunner is, kun je deze onder je ogen gebruiken. Deze is van de HEMA en deze heeft geen kleurnummer. Dan ben ik bij het laatste mandje aangekomen en dat zijn de poeders. Ik laat jullie eerst de poeders zien die ik nog wil gaan reviewen. Ik heb hier een Mosaic Compact Powder van Essence. Dit is de kleur 01 Sunkissed Beauty. Het is zo'n mozaïek patroontje. Dan heb ik deze W7 poeder. Dit is een Puff Perfection Powder. Heeft geen kleur. Dit is gewoon een poeder. Dan heb ik deze Nude Illusion powder van Catrice. Dit is een losse poeder. En als laatste heb ik hier nog een Prime & Fine Smoothing Refiner. Maar deze hoort eigenlijk bij de primers. Die was ik straks vergeten. Deze poeder zit niet in het mandje. Dit is de poeder die ik in mijn dagelijkse stashbakje heb zitten. Dit is de Matte Fin Compact Powder van Essence in de kleur 2 Soft Beige. Dat kan je ook wel zien. Ik heb de bodem al bereikt. Dan heb ik deze poeder van de Action, de Max & More. Dit is de nude kleur. Hele mooie gewone poeder is dit.
Dan heb ik de Pure Nude Powder van Essence. Het is de kleur 30 Nude Scent. Het is een hele mooie bollenpoeder ook. Hele mooie poeder vind ik dit ook gewoon al om te zien. Dan de Essence Stay All Day Powder. Long Lasting Powder. Dit is een gewone poeder ook. Dit is de kleur 20 met Nude. Dan heb ik deze BB Radiance Powder. Deze is van NYC. Dit is de kleur 002 Warm Beige. Dit is een poeder die heel erg geschikt is om over je BB cream te dragen. Dan heb ik deze Velvet Finish Powder in de kleur 040 Honey Velvet. Het is wel heel erg grappig, want de poeder daarentegen is niet te donker voor mijn huid. En de foundation eigenlijk wel. Dus dat vind ik wel een beetje bijzonder. Dan heb ik deze losse mineraalpoeder. Deze is van de HEMA in de kleur 003. Dan de All Matte Plus poeder. Dit is de kleur 010 Transparant. Deze past perfect bij de foundation van All Matte Plus. Dan de All About Matte Fixing Compact Powder. Hier staat geen kleur op, want deze is alleen maar in deze variant te koop. Het is een doorzichtige poeder. Transparante poeder eigenlijk. Dan heb ik de Primer Fine Mattifying Powder van Catrice. Deze is waterproof. Deze heet 010 Translucent. Vind ik dan wel heel erg mooi dat hij ook een spiegeltje heeft. Hele fijne poeder ook. Dan heb ik nog zo'n poeder. Dit is van een limited edition van Catrice. Dit is de Transparent Mattifying Compact Powder. En deze komt uit de Sense of Simplicity limited edition. En deze ziet er eigenlijk precies hetzelfde uit. Dan heb ik nog een Fix & Matte Translucent Loose Powder van Essence. Is al lang niet meer te koop, maar de poeder die doet het nog perfect. Deze is ook mat. En dan heb ik nog dit 2-in-1 make-up setje. Deze is van Essence. Deze kon je droog en nat gebruiken, maar hij was gebroken. En toen heb ik hem zelf weer in elkaar gezet. Dus het ziet er niet echt heel erg mooi uit, maar nu kan ik hem in ieder geval weer gebruiken. Dit is de kleur Soft Beige. Dit was dan alweer deel 1 van mijn gezichtstash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vond het best wel leuk om te laten zien. Mijn bed zit hierna een beetje onder het poeder. Dat is iets minder fijn, maar goed, dat haal ik er zo wel eventjes af. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wil blijven van de nieuwste video's van mij, dan kun je gratis abonneren op mijn kanaal. En als je deze video leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doeg!